Facebook. Mensen, welkom terug. Zoals je ziet, gaan we starten met een nieuwe livestream. Dus van harte welkom. We gaan vandaag Summer of 85 spelen. We gaan een horror game doen. Ik ben totaal niet goed in horror game, mensen, maar we gaan ons best doen om. Kan ik ook met controller? Oeh ja. Maar ik kan ook. Oh, nog beter. Met de muis is beter. Ja, dat was gewoon een keer kijken. We gaan een volledig nieuwe game starten. Dus wij heten jullie van harte welkom. Dus kom gerust een keer kijken. Oh, holy shit. Waar ben ik aan begonnen, mensen? Ik en horror. Ai. Dus, mijn allereerste keer mensen dat ik horror game ga spelen en dat is al maar alleen maar een intro. Ja, maar dat ik alleen horror game speel? Dus wij heten jullie van harte welkom. Holy shit, jongen.
ik zie het niet zitten. Maar mensen, we gaan er toch aan tegenaan. Poeh. Nee, dat was het spel zelf. Oh, heb me toch. Oh, hell no, dat heb me toch niet gezegd. Oh, hell no! Emika Games represents. Niet de Explore this camp. Oh, hell no. Oh, die vliegen alleen al. Oh, bro. Je hebt me toch niet zeggen dat dat zo'n game is. Dat hij op een of andere plaats moet blijven. Oh, bro. Oh. Ik hoor precies een kat doen. Waarom hasmaskers op een school? Oh, hell no! Hey, yo, niet beginnen! Mag ik eerst een tijd om in te komen? Mensen zien mijn beeld niet. Nee. Mensen zien. En nu gaat er wel. Maar vanaf dat ik de dingen wil doen. Voilà, ik heb het gevonden. Haha, kapot la. En ja, had het ook gezien al. Ja, lach me maar uit, broer. Die konijn, dat is al freaky op zich. Kijk, die... Oh, bro. Oh, het speelt zich weer af in Rusland. Zoek, noek, 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 noek.
Oh, hell no! You did, dude! Hey, Poes, zie je wel dat ik gelijk had? Oh, hell no! Ik zag een bal uit die gingen komen, maar het staat er niemand. Kijk, die bal komt vandaag. Oh, en mijn madame heeft haar plezier achter mij, mensen. Kijk. Ja, hij wel, maar... Ik ben voor. Nee, ik ben hier niet. Nope, ik ben hier niet. Oh, jongen! Jee! Oh, dat is toch gewoon een rat in haarval. Oh. Ik ben in Rusland! Ik ben in Chernobyl. Zoek voor kaarsen. Ja. Kut. Zoek voor kaarsen, hè? Als hij kaarsen ziet, beep, zeg maar, hè? Nou, kaarsen. Oh, mag ik dat hier niet in de fik steken? Oh. I know. Oh ja. Zie echt heel veel kruid. Haha, zo. Waarom is dat hier? Ik had de wangen gezien dat de nest doet. Aha, kaarsen. Putain. Ik zit nu al met een kaker in mijn broek, jongen. En we zijn nog maar net begonnen. Ja, als ik al een uur vol heb, ben ik al content. Ik heb toch normaal inventory. Ja, ik heb best dat het dan een andere.
Ja, en die wil dat ik zijn slaapzak zoek? Nee. In die andere ruimte zat daar ook een paar kaarsen. Zijn ze zeker dat alles het dichtst gedaan zijn? Hier. Je kunt ook daarin zetten. Maar nu vraagt hij voor mijn slaapzak. Ik haat het zo. Ik heb horror games, dat is een ramp, hè. Mijn orsje, moest ik een orslagmeter op mijn leven en dat springt uit. Dat is Summer of 85. Summer of 85. Een horror game. Dat is Dus zo van bent. Dat is makkelijk. Alles toegedaan. Ja, ik zie het. Ik heb alles gedaan. Volgens mij heeft dat geen zin om de muziek te staan, maar ja, of dat dan weer open was of niet. Aanstaan redelijk stil. Ja, oké, okay, ik ga eerst keer mijn geluid afzetten. Beter? Top, top. En wat leidt er daarom in de tafel? Een deken. Je kan... Je dacht weer. Nee, maar die had een slaapzak. Oh ja, ik had er wel problemen met Eurotrucks, omdat ik omdat er met een update dat in één keer alles weg was qua instellingen. Allee, ja, qua spelinformatie. Ja, voor mij mogen we een keer kijken. Maar ik heb goed nieuws, ik heb alle DLC's van Eurotrucks. Ja, tuurlijk. Vind ik dat. Ah, nacht 1. Oei, het begint al, hè. Eerste nacht. Het zijn ook mijn verschillende nachten bij. Babe, dat doet me zo denken aan een vibe met dingen. Kijk, een night vision. En welk spel hebben we nu weer gespeeld? Die tweede. Outpost.
zie dat er hier een masker hangt. Ik en horror games. Bro. Ja, daar ben ik in koop. Ja, mijn hartje, jongen, mensen, een keer weten hoe mijn hartje aan doen. Ik speel al veel horror games, maar toch niet zoveel als we het al willen vragen. Oh, hallo! Nee, jullie zijn hier niet welkom. Nee. Die masker, die hangt er daar. Nope. Oh, handel. Ah, godverdomme. Nope. Ik haat het, maar alles voor jullie en mensen. Oh, hell no. Ik heb gezegd, blijf gewoon waar dat je zit. Nope. Oh, die deur heb ik eigenlijk net. Oh, hell no. Nope. Oké, relax, James. Relax. Pak hem. Oh, ja, lach me maar uit. Lach me maar uit. Ik kan niet weg. Laat me je fucking uit! Oh, good shoof! Mijn kikker! Ja, dat is inderdaad een vrij goeie. En ja, dat kunnen we ook een keer samen doen. Thank you.
hell no! Oh hell no! Oh hell no! No. Oh babe, kom kijken. Daar heb ik een miskraan niet over. Dat moet jij doen. Ik loop wel. Zie je? Zie je mij al veel horrorgames spelen? Nee, dat denk ik niet. Dat was dus niks. Ah, the next morning. Oké, wat moet ik nu doen? I need to find my videocamera. Die had je dan net vast. Ik heb de eerste nacht overleefd, mensen. Goed idee. Is er iemand buiten? Mm-hmm.
Hoe wilde dat ik hier ben? Oh, ja, lach je maar uit. Ik heb het licht aangekregen, maar dat muziek kan alleen al. Oh, goddammit. Dat lawaai alleen al. Het zou je wel zien. Ik denk dat ik nog goed ga slapen. Maar dat ik wel even tijd nodig heb om te bekomen. Oh, bro. Zand gaan en ze gaan die hangen. Kom maar, man up. Man up, James. No.
Wilt u wat gezien doen? Hmm. Wat is het? Amazing doen. Kijk hè. Oh. No. Go inside. Vliegen alleen maar. Oh, shit. No. We zijn helemaal niet met de loop. Het kutte is, je kunt niet sprinten, hè? Ook wel zal ik zijn om in slaap. Niet dus. Ai. Benen zijn aan het trillen, jongen.
Oh, ik vind... Oh, haal nou die... Iets wat ik haat in een spel en in films zijn poppen. Dan wil hij je focussen en dan zit er zo één dom pop. Operation. Oh, het is zo veel te stil naar mijn woesting. Zo veel te stil naar mijn hoesting, jongen. Holy shit. We nemen 2 minuten pauze. Ik al hier nog.
Ja, daar gaan we verder door de mensen. Oh, sorry mensen. Oh, oh, hell no. Oh, hell no. Oh, hand aftrekken. Oh, hell no. Hand en voet aftrekken. Nee. Op je handen en voeten. Ik laat haar muziek spelen en ik ga die andere deur open. Ik zei het u, ik speel niet veel horror games. Dus ik weet ook niet hoe neig dat ik ga verschieten. Jongen. Klein meisje, wie is braaf voor mij alsjeblieft? Oh, hell no.
Ja, wel. Ik weet het ook niet hoe ik erop ga reageren. Dat is juist het leuke eraan. Ik weet niet wat er gaat. Ja, buren. Hè. Want het staat daar in de kamer dat ik naar binnen moet. Oh, hallo! Babe. Kom hier. Mike, alsjeblieft de volgende dag. waarom moet je hier zweven? Hè? I know you're a ghost. En ik moet ontdekken wat er hier gebeurd is, maar man, mensen. Ja, ik heb al naar veel YouTubers zitten kijken die het gespeeld hebben. En ja, dat is inderdaad heftig. Ik moet 5 minuten bekomen, mensen. Oh, het zweet dropt van mijn lijf. Hij gaat zich heel veel amuseren. Maar ik ga hem ook amuseren, maar ik ga. Oh. Ik heb het. Maar ik moet echt toch naar binnen. Jesus Christ, jongen. Waarom moet dat zo? Nog 10 minuutjes spijt. Ik ga nog 10 minuten volladen. Zit er aan hier? Ja.
voor mij kunnen ze dit verschieten. Mijn night vision is uit, dus ik zie nu nog maar. Het water is aan het... Dude. Bro. Geen zaklamp, niets nader. Ik vertrouw het niet. Dat is nou het enige ruimte dat ik niet gecontroleerd heb. En daar is hier de tater aan het lopen. En ik kan heen. Ja, het is makkelijk spreken. Beep, ik zie niets. Niet sterk. Hallo, ik zie niets. What the fuck? Oké. Okay. Kijk mensen, ik heb toch al meer op een uur overleefd, dus dat is wel een hele prestatie. Twee verschoten, toch merci om te kijken. En nu vrijdag gaan we verder doen met deze game.
Zoals dat beloof ik jullie. Dus jullie willen ook weten hoe dat nu afloopt. En mensen, merci om te kijken. Vergeet niet te volgen. En dan een keer abonneren op mijn kanaal. En dik merci. Dus en later.